Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe YouTube-clip. Vandaag wil ik het hebben met u over het thema zelfmoord. Niet echt een fijn of leuk onderwerp, maar goed, we komen er wel mee in aanraking. Sommige mensen zien het leven niet meer zitten en stappen uit het leven. Nou, vandaag wil ik het hebben met u over zelfmoord en de visie vanuit het goddelijke, de engelen en het universum over dit onderwerp. Zelfmoord komt veel voor. En wat mij opvalt is dat veel mensen ook een oordeel hebben over zelfmoord. Van, nou, zeggen ze dan zelfmoordenaars zijn egoïsten, wordt er dan wel eens gezegd. Of ik heb ook een aantal spirituele passages langs zien komen in boeken waarin staat, bijvoorbeeld er is een bepaald medium geweest die zei, nou, mensen die zelfmoord plegen, die mogen na hun dood rotten in hun lichaam. En ik zal geen namen noemen, maar het is een tamelijk bekend medium geweest. Net voor de oorlog, die zij door te hebben gekregen dat mensen die zelfmoord plegen, het rottingsproces na hun dood mee moeten maken. En het gevangen zitten in de kist mee moeten maken onder de grond. Nou, ik kan u vertellen, dat is niet de informatie die ik doorkrijg. Het is een verwerpelijk, walgelijk iets. Als mensen dit durven te zeggen, het is dus niet waar. Het is niet God. God is liefde. En natuurlijk is het beter dat mensen geen zelfmoord plegen. En als mensen zelfmoord plegen, is dat een heel verdrietig iets. Maar, en natuurlijk moeten heel veel mensen zien te voorkomen dat ze zelfmoord plegen. En is het belangrijk dat ze op tijd hulp, liefde en aandacht krijgen. En erkenning voor hun probleem en support krijgen om weer iets moois van hun leven te maken. Maar ik zelf ben al jaren chronisch depressief en weet dat heel zwaar is. Ik snap en begrijp dat bepaalde mensen zelfmoord plegen. En ik heb ook mogen zien dat bepaalde mensen die zelfmoord plegen, die bijvoorbeeld al jaren zwaar depressief waren, bijna hun gehele leven al vanaf hun jeugd en of vanaf hun puberteit, en dan een einde aan hun leven maken, dat ze juist met heel veel liefde en heel veel knuffeltjes en troetels opgevangen werden in het hiernamaals. Met heel veel troost, van kom maar, het is heel jammer dat het niet meer gelukt is. Je bent nu veilig thuis, we gaan je helemaal oplappen, opknappen. En kijken of we weer iets nieuws kunnen gaan doen. Zo gaat dat. Weet je, je moet je eens voorstellen, als je schizofreen bent bijvoorbeeld, je hoort stemmen. Heel de dag door, die schreeuwen tegen je, die schelden tegen je. Overal, je hebt nergens meer rust. Geen seconde meer. En je moet daarmee leven. Je kunt geen relaties aan daardoor, bijna geen vriendschappen, mensen laten je vallen. Ze vinden het eng en moeilijk. Ga er maar aan staan. En zwaar depressief, monsters overal zien, beangstigend zijn. En uiteindelijk zo'n pillenbak krijgen met medicatie, allemaal vakjes erin, waardoor je een soort zombie wordt. En noem het maar op. Ik snap dat dat soort mensen soms een einde aan hun leven maken. Ik ben natuurlijk geen voorstander van, maar hierboven is daar ook begrip voor. En hiermee wil ik mensen natuurlijk niet aanmoedigen om zelfmoord te plegen, want dat is natuurlijk beter van niet. En in sommige gevallen is zelfdoding klopt niet. Er zijn ook gevallen waarin de zelfdoding niet klopt, waarin echt iemand een te makkelijke uitweg heeft gezocht. Er zijn mensen die het voor veel minder hebben gedaan. En ja, dan straft God niet die mensen, maar die mensen straffen zichzelf eigenlijk. Dan zegt, ja, dan krijg je de spijt ervan dat je dat gedaan hebt. En ik zie ook heel vaak dat die mensen in een soort slaap vallen, na de dood gaan slapen. En ja, die moeten dan eigenlijk weer gewekt worden. En van, kom, er is wel iets moois van jou. God heeft een plan met jou, kom, we gaan verder. Maar dat mensen die zelfmoord plegen in de hel komen en gestraft worden, dat is niet zo. In sommige gevallen kan iemand wel in een duistere tussensfeer komen als iemand zomaar zelfmoord pleegt, omdat hij een kleine teleurstelling heeft gehad.
Ja, dat is natuurlijk, dan kun je natuurlijk wel in een lage sfeer komen en daarna weer snel de conceptie ingaan om opnieuw geboren te worden en het weer opnieuw te doen. Maar de euthanasiewet is ook verbreed. Eerst was de euthanasiewet alleen voor mensen die lichamelijk leden, een lijdensweg hadden. En nu is de euthanasiewet er ook voor mensen die langdurig depressief zijn. En ik begrijp dat sommige mensen kiezen voor euthanasie dan en zeggen, nou, het is zo zwaar, ik wil op een humane manier sterven. Daar zijn bepaalde mensen echt op tegen, met name vanuit de spirituele hoek, dat vaak mensen daar bijna grof met onbegrip op kunnen reageren en met allerlei teksten gaan gooien. Ik snap de onmacht die je voelt van doe het niet, er zijn nog kansen voor je, maar bij sommige mensen is het echt op. En dan kun je ook niet anders meer dan gaan. En is het dan de bedoeling dat zo iemand op een regenachtige nacht zich voor de trein gooit en helemaal aan stukken gereden wordt? Wat afschuwelijk is voor de nabestaanden. Of is het dan misschien beter dat familie en vrienden om die persoon heen zijn, rustig op een bed of in een stoel gaat zitten en 3 spuiten krijgt, waardoor zo iemand gewoon lekker gaat slapen en ergens anders naartoe gaat. Natuurlijk moet euthanasie niet te makkelijk worden, maar het is niet, ik wil de angst bij mensen wegnemen. Mensen die een kind hebben gehad, die zelfmoord heeft gepleegd, of een dochter of een zoon hebben gehad, of een partner, of een broer of een zus. Wees niet bang dat ze in de hel zijn, want dat is niet zo. Weet je, mensen die zelfmoord plegen zijn meestal hele mooie mensen. Het zijn vaak mensen die het bewustzijn van Mozart hebben. Niet allemaal, maar vaak zijn het hele gevoelige mensen. Die te gevoelig zijn voor deze wereld. En daardoor geestelijk gescheurd raken. Al zo vaak behandeld zijn met akelijke plastic handschoenen en injectienaalden in psychiatrische instellingen. Ja, denk je dat die mensen daar behoefte aan hebben? Die mensen hebben liefde nodig en rust. Nou, en als sommige mensen daarvoor kiezen, dan snap ik dat. En nogmaals, het moet niet makkelijk worden zelfmoord plegen. Ik vind dat als mensen zelfmoordgedachten hebben, dat ze eerst 25 keer of 35 keer hulp moeten zoeken, misschien wel 100 keer, voordat ze doen. Want er zijn altijd nieuwe mogelijkheden. En we hebben het leven gekregen van God en daar mogen we dankbaar voor zijn. En niet zomaar in zijn gelaat terugwerpen. En we moeten ook bereid zijn te lijden. Maar bij sommige mensen klopt de euthanasie. Is het ook kloppend? En bij sommige mensen ook niet. Is het toch weer te vroeg geweest? En die mensen worden niet gestraft, maar die komen vaak in een soort slaap, een soort tussenperiode. Maar die moeten weer gewekt worden en uiteindelijk ook weer verder gaan. Dus het is, mensen die, bijvoorbeeld, moet je voorstellen dat een moeder bijvoorbeeld, hè, een zoon heeft die zelfmoord heeft gepleegd. En die leest bepaalde boeken, overleveringen van mediums die boodschappen door hebben gekregen. En waarin staat, iemand die zelfmoord pleegt moet rotten in zijn eigen lichaam. Die gaat dat meemaken. Dan moet je eens voorstellen hoe dat voelt. Wat voor een psychisch leed dat geeft. Dat je denkt, mijn zoon ligt nu onder de grond te lijden. Terwijl ik hier binnen aan de warme chocomel lekker zit. Dat doe je dan wel even de nabestaan aan met zo'n uitspraak. Nou, zo is God niet. Kijk, God is niet iemand die lekker in het licht zit en zo zit te kijken en zegt van zo. Jij bent schizofreen nu, of jij bent psychotisch, of je hebt angsten, depressies. Je bent seksueel misbruikt in je verleden, of je bent mishandeld, je hebt een oorlogsverleden, je hebt gruwelijke dingen gezien, of je hebt in een strafkamp gezeten. Ik zit lekker in het licht, God, hier en naar beneden te kijken. En jij moet niet zeuren dat je lijdt. En als je het opgeeft, dan zal ik je straffen voor eeuwig. Nou, dat is dus verwerpelijk. Dat is dus niet zo. Het is alleen wel zo dat als sommige mensen zelfmoord plegen, dat het natuurlijk in sommige gevallen, en soms in best veel gevallen, een gemiste kans is dat je toch nog er overheen had kunnen komen. Hè, met goede hulp of wat dan ook. En niet iedereen kan dat krijgen. Ik heb verschillende mensen gekend die zelfmoord hebben gepleegd.
wat heel erg verdrietig is. En een familielid van mij heeft een collega gehad. En dat is een vrij bekend geval geweest. Ilko heet hij. Die is in de media getreden, overal, radio, tv. Er is een documentaire over hem gemaakt. En die jongen, die kwam er dus voor uit van, ik ben al jaren chronisch depressief en ik kan het echt niet meer. En die was nog heel jong. Vrij jong, echt, ik dacht in het begin 30 of 28 of 30. En die was helemaal op. En die heeft het voor elkaar gekregen, dat hij euthanasie kreeg. En die heeft dus uiteindelijk euthanasie gekregen. En dat is allemaal gefilmd, vastgelegd in een documentaire. En daardoor is er ook meer begrip gekomen voor de ziekte depressie. Ja, hij is nu overleden en heeft rust. En ook zijn ouders hadden zelfs zoiets van, eindelijk heeft hij rust nu, want hij had nooit een leven. Hij heeft nooit gelukkig geweest. Dus het is heel zielig als je dan maar door moet leven. En moet zeggen, je moet je mond houden. Dat kun je ook niet maken. Bepaalde mensen kunnen echt niet meer. En daar klopt het ook bij. Maar bepaalde mensen ook niet. Er zijn ook mensen die beter geen zelfmoord kunnen plegen. Ja, ook best heel veel mensen waarbij het advies zo is, doe het niet. Maar in sommige gevallen leidt iemand zo dat iemand dat doet. En voor dat begrip, voor dat gedrag, is ook een bepaald begrip. Iedereen maakt fouten en niemand gaat voor eeuwig naar de hel. Alleen, ik ben natuurlijk geen voorstander van zelfmoord. We moeten natuurlijk niet gaan denken van nou, dan maken we een einde aan ons leven, dan... dan gaan we maar lekker naar de hemel en is het goed. En je moet wel hier je lessen leren en doorgaan. Maar als het echt niet meer kan, en je pleegt zelfmoord in een opwelling of wat dan ook, ja, dan kan dat. En dan is er ook begrip voor. Het is heel verdrietig. Heel verdrietig. En laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen niet doen. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld wat Ilko heeft gedaan, naar buiten is getreden daarmee, die jongen, dat kun je ook op internet en zo allemaal terugvinden, dat hij heeft laten zien aan mensen, dat als mensen echt niet meer kunnen en langdurig psychiatrisch onderzocht zijn en getest zijn op de echte wens van niet meer te willen leven, dat het dan op een humane manier kan. En niet op een manier dat iemand 's nachts voor de trein moet springen. Of zichzelf op moet hangen. En dat het misschien niet lukt. Dat het koord knapt. Dat ze iemand nog leven lang verstandelijk gehandicapt ergens zo zit. Weet je hoe vaak dat gebeurd is? Dat is nog veel erger. En dan denk ik, nou, als het dan zo kan. Dat iemand gewoon met kaarsjes aan. En mij wat mooie klassieke muziek. Of zijn lievelingsmuziek. Of haar lievelingsmuziek. Rustig kan gaan naar het licht, dan denk ik, nou, dan is dat ook heel humaan. En kijk, als een beestje lijkt, mag het ingeslapen worden. Maar bij mijn mens, dan moet iemand echt tot de laatste druppel vocht, wat nog met een washandje erin geknepen wordt, als iemand ziek is, moet iemand lijden. En dat is eigenlijk heel, heel verdrietig. Als je toch helemaal weet dat je gaat, als je kanker hebt, of een ander soort vreselijke ziekte, en... dan denk ik dat de laatste maanden of de weken ervoor dat je euthanasie mag krijgen. Een goede vriend van mij, waar ik dag en nacht mee sprak, en die er ook altijd was als ik depressief was, 's nachts mee sprak via Skype, die ook bij me is gekomen, me bezocht heeft, hier in Hoef op de camping geslapen heeft om dicht bij me te zijn. Ik kreeg op een gegeven moment te horen dat hij longkanker had. Ik kwam net uit de bak, want ik had toen onschuldig vastgezeten in Amsterdam, nadat 11 politieagenten bij me binnen waren gevallen, in 2016. En hij kreeg te horen, je hebt longkanker, hij voelde zich altijd niet lekker. En hij heeft toen besloten, ik ga niet wachten op het lange lijden, ik wil euthanasie. En hij had als wens dat ik erbij was, hij had als wens dat ik bij hem was op het moment dat hij stierf. En dat heb ik ook gedaan. En dat is ontzettend vredig en rustig gegaan. Ik voelde hoe zijn geest zijn lichaam verliet. Het is heel vreemd als je dan met elkaar praat. Hij maakt nog grapjes van, nou,
om 3 uur ben ik dood, dan ben ik er niet meer. Hè, dan ben ik overleden, dan zie ik jullie van bovenaf. En zo is het ook gegaan. Het is heel vredig gegaan. Hij was er aan het praten, viel hij in slaap. En, ik voelde even later dat zijn lichaam eruit ging. Of dat zijn geest uit zijn lichaam ging. Bij hem klopte de euthanasie, maar bij sommige mensen ook niet. Die moeten soms ook net weer een stukje meemaken of nog uitwerken voordat ze gaan. Maar dat moet je heel erg voelen. Dat is iets heel persoonlijks. Maar het is niet zo dat als het te vroeg is en je hebt het toch gedaan, dat je dan mag rotten in je eigen lichaam of je eigen crematie, verbrandingsproces fijn mee mag maken. En dat je in een hel komt waar alleen maar geschreeuw is en nou, vergeet het maar. Dan had God net zo goed niet aan de schepping kunnen beginnen, want zo werkt het niet. Het is alleen wel dat je natuurlijk na de dood, als je te vroeg bent gegaan, of je hebt voor een klein probleem wat makkelijk oplosbaar was, zelfmoord gepleegd, is het wel, kan het wel zijn dat je natuurlijk jezelf straft. Dat je dus naderhand spijt krijgt en denkt, ik wil terug. Ik wil weer terug. Ik wil toch weer bij mijn partner zijn, bij mijn familie zijn, bij mijn kinderen zijn. Ja, en dat kan dan dus niet meer. Je lichaam is weg. Snap je? Dat is psychologisch. Ja, je kunt spijt krijgen van dingen. Maar ook binnen dit leven. Handelingen, noem het maar op. Dus ik vind... ik wil zeggen, vanuit God voel ik en vanuit de engelen krijg ik ook door dat zelfmoord een gebeurtenis is tijdens het leven. Tijdens een leven. Het is eigenlijk... proberen weg te rollen voor je probleem, wat te verwacht is geworden, wat te zwaar is geworden, maar wat in sommige gevallen ook heel begrijpelijk is, snap je? Net als een hardloper die de finish niet haalt en daarvoor instort en vraagt om drinken. Ja, en dan wordt ze iemand echt weer opgeraapt ook in een andere wereld en ook verzorgd en het vergeven. Het is heel verdrietig, maar je kunt zelfmoordenaars niet afschepen als van nou, dat is egoïstisch dat ze dat gedaan hebben. Sommige mensen zijn boos, hè, want die heeft dat gedaan. Maar wat ik al zei, krijg je nou eens een goede depressie? Ik hoop het niet overigens, maar krijg je eens een goede depressie en maak dat maar eens mee. Nou, dan voel je dus dat er echt niets meer van je overblijft. Geen enkele ontsnappingskans meer. Overal is het eng. In je slaapkamer, in je huiskamer. Je kunt geluiden niet meer verdragen. Je bent bang gek te worden elk moment. Ik heb dat meegemaakt vroeger een periode, dat het zo erg was. En ik weet zeker dat de mensen kijken die het ook mee hebben gemaakt. Maar het is hopeloos van te horen. Maar je moet je voorstellen dat je dat jarenlang meemaakt, die tyrannie. Ja, dan is het begrijpelijk dat je op een gegeven moment zegt, nu is het genoeg. Ik wil rust. En ga dan niet met z'n allen mensen veroordelen. Want ja, het is heel verdrietig. En ik snap dat je dan verdrietig en boos en teleurgesteld even kunt zijn, maar blijf niet boos. Want het kan gewoon, ja, iemand kan gewoon soms echt niet meer. En oordeel nooit over uw medemens, want u weet nooit in wat voor situatie die persoon zich bevindt. En hoe jij zou reageren als je in zo'n situatie zit. En wat ik al zei, als iemand schizofreen is, ik heb er een tijd in verdiept. Nou, bij de beste af, hoor. Tandvlees bijten, het is gewoon geen leven. Weet je, of dat je paranoïde bent, dat mensen denken dat de FBI achter ze aan zit, of dat ze overal afgeluisterd worden. Nou, ga nou aanstaan. Nou, elke dag opnieuw. Dus dat als je wakker wordt, dat de nachtmerrie begint. En de nachtmerries. En dat de politie in moet komen, je moet arresteren, dat je weer de ISO in gaat. Elke keer opnieuw. Nou, ik snap dat dan op een gegeven moment zo iemand aan de noodrem trekt. En laten we dat niet veroordelen met z'n allen. God houdt van ons. God houdt van alle mensen. Mensen met psychische problemen. Mensen die high sensitive zijn, zoals ik, zoals u misschien die kijkt. Mensen die gaves hebben. Mensen die zwakbegaafd zijn. Mensen die blank zijn, zwart zijn. God houdt van homo's, God houdt van hetero's, van transgenders en van alle buitenaards en alles wat er nog is wat mensen niet eens weten.
Ja. Een einde aan je leven maken, dat kan gebeuren. En weet dat er altijd liefde is en dat er liefde na de dood is en geen haat. En laat u niet van de wijs brengen door bepaalde goeroes die de meest verschrikkelijke dingen zeggen over zelfmoord. Natuurlijk is zelfmoord beter om niet te doen. Weet je, zelfmoord is gewoon beter om dat niet te doen, om ja, vooral hulp te zoeken als je je niet goed voelt. En ja, moet je dus altijd, als je echt dood wilt, dat in eenzaamheid doen met een touw om je nek of met onder de trein. Er zijn ook zelfmoorden die mislukken onder de trein. Dat iemand doormidden gereden wordt, voor zijn leven lang nog in een rolstoel gaat zitten. Dan is de euthanasiewet juist wel heel goed. Alleen, het moet niet te makkelijk worden. Iemand moet wel, vind ik, zo goed psychiatrisch onderzocht zijn. Ja, dat iemand echt niet meer wil. En dat je dan iemand helpt. Zoals je een dier ook uit zijn lijden helpt. Nou, ik hoop echt dat, mocht u depressief zijn of wat dan ook, dat u geen zelfmoord pleegt natuurlijk. Daar ben ik geen voorstander van. Ik hoop gewoon echt oprecht dat niet gebeurt. En dat u gewoon nog heel lang door mag leven zonder dat er nare dingen gebeuren. Waardoor u zo verdrietig wordt dat je uiteindelijk eruit stapt. Maar de wereld kan zo gewelddadig bij iemand binnenkomen. En net als het plaatje hierachter, dat je dus ziet dat iemand zich zo opgesloten voelt. Zo eng en zo bang is. En misschien al zo vaak is opgenomen. Geen zin meer heeft in die plastic handschoenen en injectienaalden. Maar zin heeft in rust. En dan moet je ook snappen dat het kan gebeuren. Dus ik wil bepaalde walgelijke spirituele visies over zelfdoding of euthanasie wegnemen. Ik weet zeker dat bepaalde mensen misschien heel boos zullen zijn over wat ik zeg. Zo is dat, want die heeft dat gezegd en die heeft dat gezegd. En zo is religie ook ontstaan. En zo is er ook een oorlog in de wereld ontstaan. Want die heeft dit gezegd en dat gezegd. Dus laten we daarover ophouden. En ik preek voor mijn kerk. Niet iedereen hoeft het met me eens te zijn. En u mag natuurlijk ook zeggen dat u het er niet mee eens bent. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ik geef de boodschappen door die ik doorkrijg van hierboven. En mensen die mij geloven en naar mij willen luisteren, die kunnen bij me komen. Die kunnen naar me luisteren. Hè? En zo werkt het. En verder wil ik niemand pijn doen. Maar ik wil wel zeggen dat mensen, als u op dit moment kijkt en u heeft misschien iemand in uw familie gehad, of misschien iemand, een goede vriend of een vriendin, die zelfmoord heeft gepleegd, weet dat we dan ook in het licht zijn en ook verder ontwikkelen en dat er een wederzien zal zijn en dat ze niet nog eens extra gestraft worden erbovenop op het lijden wat ze gehad hebben. Dank u wel voor het kijken. Doe ermee wat u ermee wilt doen en God zegent u. Dank u wel.